wie komt er nou tijdens het jetskiën de koning van Marokko tegen en die zegt, en ik ga jou sponsoren? Ja, waanzinnig. In deze aflevering van Linda on Tour gaan we naar de dresseurruiter Yessin Ramouni. Dit keer nemen we uit onze stallen Bismarck mee en reizen we af naar Grote Broek. In Grote Broek ligt de Droomhoeve. Hier ontmoeten we Yessin en de eigenaresse van de Droomhoeve, Ineke. Hey Yessin, hey Ineke. Hey, leuk dat je er bent. Hey, welkom op de Droomhoeve. Ja, dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben heel benieuwd om het bedrijf te bekijken. Nou, kom maar binnen. Loop je een dagje mee met ons. Gezellig. Leuk. Kom. Gelukkig hebben we een prachtige dag uitgezocht voor dit bezoek. Nu kunnen we ook buiten een mooi beeld krijgen van de Droomhoeve. Maar eerst mag Bismarck even uitrusten van de reis. Hij mag even in het gastenverblijf, voordat we samen met Yessin gaan trainen. Yessin, ik ben echt super nieuwsgierig naar hoe jij nou eigenlijk begonnen bent met paardrijden. Ja. Want volgens mij ben jij, ik kom niet uit een paardenfamilie, maar volgens mij kom jij helemaal niet uit een paardenfamilie. Dat is echt grappig, want iedereen die altijd bij mij, die nu aan mij vraagt, die zegt ook altijd van, hoe komt een Marokkaanse jongen in godsnaam op een paard terecht in plaats van een kameel? Ja. Dus dat klopt wel. Ja, ik ben begonnen, mijn zus is begonnen met paardrijden. Toen was ik denk ik rond de 6 jaar. Ik was altijd al gek van alle dieren. Toen wou ik altijd naar de kinderboerderij. Als ik jarig was met een partijtje, wou ik altijd naar de kinderboerderij. Vind ik altijd goed als kinderen. Ja, ik wou altijd naar de kinderboerderij. Dieren. En toen ging mijn zus op paardrijden. We hadden een meisje in de straat, die deed paardrijden. En toen mocht ik een keer mee. En mijn ouders waren gewoon keihard werkende mensen. Dus weet je, na school moest ik altijd bij mijn oudere zus blijven. Wat en deden jouw ouders? Die hebben een eigen banketbakkerij en boulangerie. Oh echt? Ja. Oh cool. En die werkte keihard. En mijn moeder werkte in een... het was niet echt een naaiatelier, maar waar ze bedrijfskleding maakten. Ja, ja. En dus die werkte altijd tot best wel laat. Dus ik moest altijd na school altijd bij mijn zus blijven. Tot vervelens aan toe vond mijn zus altijd. Ze zeggen, jij was altijd bij mij. Dan was ik met vriendinnen. En dan moest jij altijd bij mij zijn. En hoeveel jaren was jouw zus ouder dan jij? Ja, 2 jaar. Dus dat scheelde helemaal niet zoveel. Nee. Maar ik moest dus wel altijd bij haar blijven. En zodoende ben ik eigenlijk op de manege begonnen. En het is een beetje uit de hand gelopen hobby geraakt. En toen ben ik... begonnen met ponyrijden op de manege, daar hing ik natuurlijk de hele dag. Ja. En dan bleef ik echt de hele dag hangen, dat ik in de hoop dat ik ook maar misschien... op een paard mocht uitstappen. Heel herkenbaar. Dat ik gewoon iemand zijn paard mocht uitstappen, dan bleef ik de hele dag wachten. Aan de bakrand. Ja, aan die bakrand kijken. Zo was mijn verhaal ook. Ja, echt. In de hoop dat iemand zei van, wil je misschien even stappen? Even uitstappen, ja. Het is best wel leuk, want
Ik heb best in mijn, als ik nou terugkijk naar mijn verleden, is het best wel leuk geweest. Ik heb eigenlijk altijd wel mensen op mijn pad gekregen die mij altijd wel het hebben gegund. Dat is fijn. Ja, dat is wel echt. Ja. Als ik het nu vergelijk met andere mensen, weet je, jonge stagiaires of zo. En dan denk ik, ja, jullie kunnen echt wel je kans grijpen als je ook gewoon, als je jezelf, als je ervoor open staat. Als je ervoor open staat en ook een beetje in beeld staat van dat je ook iets wil doen. Ja. Ik was ook nooit te beroerd, weet je, al mocht ik alleen de hoeven uitkrabben, was ik al heel blij. Maar heb jij dan een paardenopleiding gedaan of dat niet? Nee, heb ik nooit gedaan. Ik ben op mijn achttiende ben ik de masterclass gaan doen bij Marion Schreuder in Deurne. Ja. En dat was echt super leuk. Maar dat mocht ik ook echt pas doen, weet je, toen ik echt mijn school af had. Ja. Ik, van huis uit was het gewoon not done om te gaan zeggen. En mijn moeder zei altijd van, ja, je gaat toch niet zeggen dat je in de paarden werkt. Je komt uit een hele andere generatie. Ja, ja. En mijn vader was er juist heel trots op dat ik paard reed. Ja. Want in Marokko doet echt alleen de elite het nog. Ja. Dus mijn vader die dacht altijd van, ja, hij rijdt paard. Dus die vond dat juist stoer. Echt, ja, die vond het hartstikke stoer. En mijn moeder had altijd echt zoiets van, weet je, alles was altijd vies. En mijn moeder heeft smetvlees, alles was, weet je, moest me ook altijd uitkleden voor de deur. Ja. En dan meteen de douche in. En nu zijn ze er eigenlijk super trots op dat ik het, weet je, dat ik toch wel erin dat ben blijven. Ja, en dat ik gewoon ook in ben blijven geloven dat ik dit wil. En dat ik ook gewoon wil doen, dat ik ook gewoon ging doen wat ik leuk vond. Ja. Dat je iets meer in die basisdraf, iets meer ritme maakt. Juist, goed zo. Bovenlijf niet naar voren. Ja. En pak hier zo in deze houding. Let op dat hij vanuit de schoft zijn hals laat vallen, hè? Blijven met dat loswerken. Pak daar maar een beetje kriskras, wat wendingen door de hele baan. Ja, goed zo. Iets meer het gevoel hebben dat hij zijn hoofd wil laten vallen. Zonder dat hij daarbij korter wordt. Dit. Juist. Goed zo. Iets meer om het binnenbeen heen vragen. Dat je iets meer voelt dat hij wat meer stretcht. Ja. Dan pak hier maar eens een keer een halve grote volte. En dan het gevoel hebben dat hij wat... Ja, buig maar een beetje naar rechts. Ja, en de buitenteugel geeft daar iets mee. Hij mag hol worden, maar hij mag niet uitzwaaien. Dus je wil wel het gevoel hebben dat hij juist blijft sporen. Goed zo. Doe je deze kant ook een paar keer die volte spiraalsgewijs verkleinen. En denk aan dit is je ritme. Dat het niet minder wordt. Juist. Goed zo. Iets meer buitenteugel. Doe hem één keer op die volte, want deze kant wordt hij makkelijker hol. Doe je hem juist een paar keer op die volte verkleinen door hem juist een keer van rechts naar links te sturen. Dus de voorhand meer naar binnen. Ja. Ritme. Daar. Daar. Goed zo. Van buiten naar binnen sturen, Linda. Durf maar twee handen iets naar links. Daar. Naar links te verplaatsen. Goed zo. Goed zo. En weer recht. Dan doe je een paar passen steeds tussendoor om af te sprong. Sprong houden. Ja, en dan doe je dat weer. Weer een keer van buiten naar binnen. En je blijft wel voelen dat het linker achterbeen zo achter je onder je blijft. Ja. Ja, goed zo. Deze galop. Deze galop. Iets lager instellen met dat werk. Hij mag dan krijg je iets meer impuls zo. Dat je wel het gevoel blijft hebben van die lossigheid dat hij zich wil laten vallen. Ja. Juist. Goed zo. En weer recht. Goed zo. En weer even iets vergroten. Keurig. Ja, dat is heel goed. Niet harder zou ik galopperen. Jouw paardenpand is een beetje de neiging om snel uit elkaar. En dan krijg je een vliesje te veel dat stuk achter je zadel. Juist. En je wil ook wel rijden naar voren. Wil je nog steeds, het frame mag natuurlijk altijd verlengen, maar je wil wel het gevoel houden dat het lijf bij elkaar blijft. Kijk, ik ken jou dus van de concoursen. Ik wist eigenlijk helemaal toen nog niet van het verhaal, wat het fantastische verhaal eigenlijk, het sprookjesverhaal van het paard wat je van de Marokkaanse prinses. Dat is ook weer zoiets wat ik dus bedoel. Bijzonder. Ja, wie komt er nou tijdens het jetskiën de koning van Marokko tegen en die zegt, en ik ga jou sponsoren. Ja, waanzinnig. En als jij Marokkaan bent, dan moet je voor Marokko kiezen, maar ik help jou daarmee. Geweldig. Dat jij die droom kan doen. Dat is ook weer zoiets. Dus ik heb het geluk aan mijn kant gehad. En dan zeggen heel veel mensen, ja, geluk, dat dwing je af. Tuurlijk heb ik dat ook wel afgedwongen. Want als ik niet had gezegd toen ik op dat strand was van, ja, ik rij al Grand Prix. Dan was het natuurlijk, had hij echt gezegd, ja, dit is misschien een hele leuke amateur. Maar het is natuurlijk wel anders dat je zegt, ja, ik rij een L-proef. Ja. Gewoon een wat op zich laag niveau is. Wat ook heel moeilijk is. Je hebt jezelf toch wel stiekem geëtaleerd. Ja, en daardoor kwam ik elke keer op het juiste moment de juiste mensen ook tegen. Ja. En dat, wie kan dat nou zeggen? Dat gebeurt natuurlijk ook niet veel. Toevallig heb ik het net mijn stagiaires in de vrachtwagen verteld.
En mijn ene stagiair, dat is niet waar. Ik zeg, dat is echt waar. Ja, het is echt waar. Dat had ik anders nooit. Dat is een waanzinnig verhaal. Eerlijk, dat had ik anders nooit kunnen betalen. En dat had ik nooit kunnen doen. Nee. En hoeveel kans ook op je weg komt. Dit was echt de kans. Ik zat toen bij Pauw en Witteman. Ja. En toen zat ik met de minister van Binnenlandse of Buitenlandse Zaken. En toen vroeg ze mij, ja, maar waarom heeft u dan niet gekozen voor Nederland? Toen zeg ik, ja, maar Beatrix heeft mij geen sponsorcontract gegeven. Waar ik echt gelukkig van word, is dat ik toch wel. Ik werk heel veel met jeugd. En dat hele traject van dat je ze als ponykindjes ziet komen, hoe ze nog reden, ik weet je, dat je naast ze hebt gerend om een pony te leren aan de teugel te krijgen, dat soort dingen, totdat ze dan gewoon volwassen mensen zijn. Dat je dan constant met eigenlijk families veel werkt, maar die eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. En dan, werk je en nog eens een keer met goede paarden, of tenminste in dit geval werk ik met goede paarden, vind ik dat ik met goede paarden werk, en met hele leuke mensen, ja, dan ben je natuurlijk al echt een heel end. Dan ben je en gezond en ik heb een hele fijne familie waar ik een goede band mee heb. Heb ik een warme band mee. Dat zijn dingen die vind ik ook heel belangrijk. Maar het is eigenlijk niet eens het eigen succes, maar toch ook het succes van een ander, wat jou gelukkig maakt. Ja, en vooral die weg ernaartoe, daar word ik toch wel echt heel blij wat van. Wat grappig, hoor. Wat leuk. Ja. Dan vang je weer op. En let erop dat die elleboog niet juist op die plek blijft, hè. Als je dit gaat doen, zijn je teugels eigenlijk te lang. Je wil constant, denk ik, rijden naar die oren toe. Goed zo. En dan pak je je teugels maar iets meer op maat. Mooi. Maar voor het totaalbeeld wil je ze zo houden. Keurig. Klein beetje. Daar, dit is genoeg. Dit is genoeg. Goed zo. Wijk hem weer van je linkerbeen een keer af. Dan loopt er al iets van zijn lijn af. Ja, juist. Heel goed, Linda. Ja, dat is een mooi beeld. En vang hem maar een keer een beetje op. Goed zo. Ja, niet langzamer maken dan dit voor de training. Ja, ook niet harder. Juist. Maar je wil blijven voelen dat hij van achter kan blijven. Ja, één keer remmen en dan weer los. Juist. Dat je één keer zegt van, vriend, je mag enthousiast worden, maar ik wil daardoor niet meer druk in mijn hand krijgen. Want hij begint daar heel mooi omhoog te klimmen. Maar het mag niet worden dat je dan steeds meer en een beetje meer druk krijgt. Ja? Goed zo. Hier open je je hand maar. Goed zo. Volt hier. Ja, en dan oefen je een paar keer. Als jij de volt een keer. Als je daar een keer in opent. Dat hij dan hetzelfde blijft. Vang maar op. Ja? Goed zo. Openen je hand. En blijf het opvangen. Opvangen. Want dan raakt hij iets uit. En weer openen. Een paar keer dat. Ja. Terug. Paar keer dat spel. Let op dat hij er niet. En nou openen. En dan moet hij hetzelfde. Dat moet hij blijven doen. Want je wil daar steeds vriendelijker en zachter en minder hulp in gebruiken. Dus soms moet je het blijven herhalen. Dat hoef je helemaal niet meer te doen. Het is gewoon een kwestie van herhalen. Het is een gewoontedier, hè. Dus hij blijft het doen als je een paar keer zegt, als je hem loslaat, niet eruit. Goed zo. Heel goed. En beloon hem heel even een keer. Doe je heel even één keer een rondje staplange teugel. Dat hij daarin niet verzuurt, want hij pakt daar al best wel heel goed aan. Goed? Voorheen had je veel meer dat je bepaalde kampen had. Dat de ene reed modern, zoals ze het noemen, de andere reed klassiek. Ja. En nu zie je gewoon dat alle trainers komen steeds meer op één vlak. Komen gewoon steeds meer op één vlak. Ja. En het is gewoon één groot platform, bij wijze van spreken, op concours. Waarin iedereen praat over de dingen zoals het, weet je, oh, dit lukt mij thuis niet. Voorheen zei niemand van, oh, dat lukt mij thuis niet. Nee. Het lukte allemaal zo. Ja, perfect. Er werd gewoon niet over gesproken. En onze paarden krijgen al het beste voer en de beste granen die er zijn. En dan gaan wij op concours. En dan kost gewoon meer. En dan krijgen we friet. Ja, en dat kost gewoon allemaal veel meer. En het gaat nou niet om het financiële plaatje. Het gaat om de inzet. Dat we er zoveel voor doen om die dieren op hun plezier, weet je wel. Ja. Tuurlijk wordt er getraind met ze. Maar je probeert het hele management zo goed mogelijk te doen. Maar dat soort dingen lees ik nooit eens een keer in de media. Dat mensen dat allemaal opschrijven. Dat gaan we nu doen. Dat is best wel jammer. Ja, maar dit is het leuke van dit interview. Bij ongefilterd praten. Ja, en dat is ook. Ik heb ook geen zin om een interview te geven met mensen en dan te moeten gaan denken: dat kan ik wel zeggen, dat kan ik niet zeggen. Ik zou ongetwijfeld een hele hoop dingen verkeerd zeggen waar mensen een mening over hebben. Nou ja. Maar dit is wel zoals ik het doe en daar sta ik ook voor de volle 100% achter. Ja. En dat durf ik ook gewoon uit te dragen. Ja, nou dat vind ik, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg met je eens. Als we daar gaan zitten twijfelen zelf, dan gaat hij nog meer twijfelen. En het is een groen Grand Prix paard. Ja. Iets lucht. Goed zo. Ja. Iets sneller maken, Linda, vanuit dit. Ja, daar.
Niet te hoog laten komen, stellen, maar iets laag. Daar. Dit. Voel je dit? Heel goed. Opletten dat als je daar iets meer actie vraagt, dat hij niet steeds meer en meer en meer gaat klimmen. Maar dat je hem iets zegt van, jongen, blijf rustig over de rug. En dan, dan kan je daarin wat openen, dat hij wat vertrouwen hebt. Doe je het zo nog een keer. Juist. Goed zo. Juist. Juist. En belonen. Heel goed. Even een keer belonen, goed, zodat we hem niet boos maken. Ik ken zijn Piaf niet, dus ik moet zelf ook even kijken. Of, want ik zie net een paar keer dat hij een beetje die korte, snelle Piaf pakt. En een paar keer die Piaf die wat dichter bij Passage staat. Ik weet niet. En je streeft ernaar, naar een klassieke Piaf, dat hij dus gaat zitten en dat hij diagonaalsgewijs beweegt. Ja. Niet te groot laten piaveren. Ja, en nou kom maar een keer met je been zachtjes. Ja, juist, juist. Niet hoger, Linda. Begeleid je hand iets omlaag. Dit. Goed zo, dit. Heel goed, juist, braaf. Rustig blijven zelf. Blijf los in je bovenbeen. Goed zo, niet gaan knijpen. Braaf, braaf. Speel maar zachtjes door. Houd niet te hoog op je trends. Je rechter trends iets naar beneden, dat die niet te hoog komt. Dat. Ga maar even rustig door, ga maar even rustig door. Ja, ga maar rustig door. Daar zou ik hem houden, waar die nu is. Voel je dit? Dit. En nou kan je hierin openen. Ja, niet te ver naar voren, Lin. Ja. Juist, dit. Kijk, nou laat hij net iets de hals vallen. Heel goed. Dit is diagonaalsgewijs. Goed zo. Goed zo. Is het ook een iets snellere Piaf? Ik denk dat je, als je dat te veel Passage doet, gaat hij een beetje in twee stukken. En dan wordt het heel moeilijk om dat te kunnen rijden vanuit die overgang. Ik zou kiezen voor wat je daar hebt. Dat hij er net iets tegen je trends aan wil laten. Ja, goed zo. Goed zo. En belonen. En belonen. Heel goed. Dat begon hij ook meteen heel goed. Kijk, het is een voordeel als je een paar verschillende piafs hebt. Maar het maakt het soms voor de ruiter wel een beetje ingewikkeld welke je nou moet kiezen. En dan doe je dat zo nog een keer. En dan wat je net had. Ja. Heel goed. Heel goed. En ga er maar een keer uit naar Passage. Hoef je ook niet te lang door te gaan erin. En nu ook opletten dat hij niet te hoog komt. Juist. En als hij daar een beetje zoekerig is, blijf passief. Dat. Dat ja. Heel goed. En dan pak je zo een keer die overgang erbij. En je denkt weer, die trends houdt hem dit. Iets laag. En kom maar. 1, 2, 3, 4. Iets meer ritme. Goed gedaan. Goed gedaan. En ontspannen je hand. Dit. Heel goed. Heel goed. En er rustig uit. Maakt niet uit. Iets kleiner eruit. Doe je zo nog een keer die overgang. Blijf eerst wachten tot die Passage het ritme is. Ja. Juist. Wachten. Goed. En kom maar. Je trends iets naar beneden. Goed zo. Goed zo. Goed zo. En eruit. Niet te lang doorgaan. Goed. Want hij krijgt vertrouwen als hij het goed doet dat het is. Niet van door en door en door. Goed gedaan. Juist. Goed zo. Goed zo. En dan weer rustig uit. Denk aan draf. Ja. En belonen. Heel goed. Dat was hem. Goed zo. Als je daar namelijk te veel met je spoor gaat drukken, komt hij daar iets te veel tegenin. Maar hoe je dat wel kunt verbeteren, is dan een paar keer stapdraf. Stapdraf. Dat hij wat gehoorzamer wordt op sneller weg. En dan moet je dat niet gaan zoeken in die overgang Piaf Passage. Het zit hem in een stukje basis, een stap terug. Nou kom je eigenlijk terug op het punt wat ik met losrijden zei net. Is hij moet vanuit die stap sneller wegdraven. En nou kom je dus, ga je steeds hoger, hoger, hoger. En nou zie ik hetzelfde probleem, komt dus terug waar het moeilijk wordt. Terwijl eigenlijk is het waar het makkelijk hoort te zijn, ook nog moeilijk genoeg. Dus je kunt dat stuk dus heel erg verbeteren door met losrijden te werken. Ik moet sneller van stap naar draf kunnen. Want dat doe ik dus al te passief. En dan is hij eigenlijk net te afwachtend. En dan ga ik het nog moeilijker. En dan moet ik dus vanuit een Piaf naar Passage kunnen.
En dan is hij ook passief en dan moet ik te veel spoor gebruiken, waardoor die iets narrig daarop wordt. Dus je moet het gewoon zoeken in het waar het makkelijk is. En het is gewoon stap of draf halt, stap draf, stap draf, stap draf. En dan zul je zien dat die overgang van Piaf Passage ook veel, veel sneller wordt, omdat hij daar gewoon wat gehoorzamer op is. Goed? Maar ja, dit soort dingen weet je pas als je dus echt met een paard en een combinatie aan het werk gaat. Maar het is wel grappig, het zou wel ook wel leuk zijn als jullie dat doen, want het is dus wel heel grappig dat je dit dus eigenlijk ziet. Het begin waar ik eigenlijk, er was niet veel te zeuren over het losrijden, maar wat wel duidelijk opviel, dat dus als rode draad constant blijft. Ook bij de wissels. Ja? Ja, ja, maar dat is ook waarom ik zeg tegen mijn eigen leerlingen ook altijd, is het gewoon heel belangrijk, ook die lang bij mijn les, om eens gewoon clinics bij andere ruiters te rijden. Want ik heb de wijsheid absoluut niet in pacht. En toch hoor je elke keer bij iemand, of dat nou wel of niet in jouw systeem is, de generatie van nu, vroeger was je heel trouw en loyaal aan hetgene bij wie je trainde en dan was het een soort van not done. Maar nu zijn wel trainers met elkaar op concours, die praten veel meer over wat ze met elkaar thuis doen en ik denk dat is ook waarom je gewoon veel beter wordt. Het is gewoon veel opener. Ik rij voor een paar verschillende eigenaren en nou heb ik wel echt mazzel met, ik rij voor Stal 104, voor Willeke Bos, meerdere paarden en ja, die fok natuurlijk zelf best wel veel, dus heb je eigenlijk constant wel aanwas. Dat je aanwas van nieuwe paarden krijgt. Dan rij ik voor de Droomhoeven zelf hier, daar ook precies hetzelfde, die fokken ook best veel, dat is nog een jong bedrijf. Maar de basis is kwaliteit, ja. Dus met kwalitatief goede paarden ook. En dan rijd ik nog paarden voor de familie Nekeman. Ja. En daar zit ik al, dat is al vanaf 2012, dus dat is ook alweer 11 jaar waar ik daarvoor rijd. Dat is met Willeke van Stal 104 ook. Ja, ik ben wat dat betreft wel echt gezegend met dat je voor een paar eigenaren, en ook nog fijne eigenaar, dat je al zo'n lange relatie met elkaar hebt waar je paarden voor rijdt. Ja, dat is echt ja, dat, ja. Dat, ik denk dat maakt het ook dat ik het makkelijker heb. Ja. Want het is natuurlijk best wel moeilijk. Weet je, zonder paard ben ik ook maar een persoon, hè? Ja. Gewoon op twee benen. Ja. Ben ik precies niks. Dus paar even zodat iets meer naar voren. En als hij terugkomt, onderbreken. Ja, en nou kom maar. Naar voor, klik. Ja. Ja. Goed zo, voel je dat? Ja. En toen ik begon te klikken, dan springt hij net elke keer op. Klik dus nooit in het ritme bij, ja? Doe het zelf maar. Klik. Goed zo. En stop. Weer ritme eerst, maar dan wordt hij steeds schever. Kun je beter weer stoppen. Recht laten trekken, dat hij weer iets naar voren moet opvangen. Opvangen. Sprong maken. Sprong maken, lid meer. Meer, dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. Daar, ja. Daar gebeurt pas wat. Goed zo. Goed zo. Afmaken waar je aan begint. En nu klik. Super. En stop. Ja, dat deed wel heel goed hoor. Ja. Want nu hebben de wissels eigenlijk steeds groter in plaats van kleiner. Ja. Dan is je wel een beetje controle, maar dat vind ik niet zo erg. Want wat je wou, dat gebeurt. Goed zo. Maar eigenlijk heb ik niet zo heel veel sponsors, nee. Ik ben daar denk ik ook gewoon niet echt commercieel... Ja, ik ben daar niet commercieel genoeg voor. Of interessant genoeg voor. Omdat ik dat gewoon ook niet overdreven constant naar voren wou. Ja. Ten eerste vind ik het zelf heel irritant. Om het te doen, om het constant te doen. Ja. Kijk, iets waar ik gewoon echt achter sta, een goede cap, zoals Kask, ja, daar rijd ik ook altijd mee. Dus daar hoef je niet je best voor te doen, want die heb je gewoon altijd op je hoofd als je rijdt. Ja. Dus daar hoef je verder niet heel veel voor te doen. En die mensen staan gewoon voor dat je een goede cap draagt die goed zit en ook nog veilig is. Ja. En die filmpjes op social media die je constant voorbij ziet komen, heel overdreven over hoe geweldig het is. Ja, zo zit eerlijk, je niet in elkaar. Ik scroll ze zo voorbij. Ja. Of het moet echt iets zijn waarvan ik denk van, oh, dat heb ik ook nodig. Maar dat gebeurt echt sporadisch. En dat soort dingen, dat krijg ik ook bij een goede ruitersportzaak. Precies. Krijg ik dat ook te horen. Van, ik zit daar en daar mee en dit werkt daar en daarvoor. Dus misschien ben ik daar ook gewoon niet interessant genoeg voor om dat te doen. Ineke, jij bent de eigenaar van deze stal, van de Droomhoeve. Hoe kom je eigenlijk aan de naam de Droomhoeve? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, eigenlijk is het ontstaan dat ik mijn vriend leerde kennen in de kroeg.
zei hij, wat is jouw droom? En toen zei ik, al iets kleinschaliger in mijn hoofd, van ik wil ooit een huis met een paar stalletjes erachter. En zodoende hadden we uiteindelijk deze stal niet gebouwd, maar een andere stal. Iets kleinschaliger ook wel. Ja. En toen zei ik, ja, hoe gaan we het eigenlijk noemen? En toen kwam ik eigenlijk zelf mee de droom van de droom. Van die droom? Ja. Zo is het eigenlijk. Nou, het is een goed gelukte droom. Ik denk dat het een droom is voor heel veel mensen om zo'n stal te hebben. Ja, zeker. Ja, zeker weten. En heb je, hebt natuurlijk een vorige stal gehad en daar heb je uit geleerd. Heb je denk ik dingen uitgepakt die je bij deze stal weer beter hebt gedaan? Of hoe moet ik dat zien? Ja, zeker weten. Die stal, nou, dat moet ik wel zeggen, dat was een stal met 14 vaste boksen. Wel een binnenbak, ook heel mooi voor elkaar hoor. En toen zeiden we, wat gaan we nou eigenlijk doen? Gaan we nou... blijven we gewoon hobbymatig of gaan we professioneel verder? Mm-hmm. En zodoende zijn we ervoor gegaan om professioneel het op te starten. Zeg. Ineke, je hebt hier een prachtige stal staan. Ja. Hoe kom je hier zo bij? Wat is jouw achtergrond? Nou, eigenlijk ben ik begonnen in een paardenopleiding. Oh echt? En ik heb gewoon mijn stage gelopen. En eigenlijk mijn laatste stage, maar mijn eerste stage moet ik het anders zeggen, ben ik eigenlijk gaan werken. Uiteindelijk heb ik mijn opleiding gedaan. Was 10 jaar lang voor een baas gewerkt. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik mijn huidige vriend leren kennen en die zei, wij willen die kinderen zelf. Ja. En zodoende is dit dus uiteindelijk ontstaan. Ontstaan. Ja. Zullen we beginnen met de rondleiding? Ja, leuk. Ja? Nou, eigenlijk zijn we hier bij de voorkant. We hebben het in stukken opgedeeld. Ja. Eigenlijk kozen we voor veel licht. Ja. Ja, want ik zie dat jullie twee deuren hebben. Hè? Dus dit is een buitendeur en dit is een binnendeur. Kan ik dat zo zeggen? Nou, eigenlijk willen we overdag, hier zit al veel wind. Ja. Dus we dachten, we willen wel veel licht. Ja. En wat zie je per verstal die dan dicht is, of de deuren gaan dicht. Ja, en dus dan, deze kun je helemaal open doen? Deze doen we helemaal open. En deze doen we eigenlijk overdag gewoon dicht. Weer toelaten. Bijna deur gekocht. En dat we eigenlijk wel veel licht hebben. Mooi. Ja. En niet veel wind of kou. Ja. En s'avonds gaat deze gewoon voor. Okay. Dus elke avond gaan de deuren gewoon dicht. Bijzonder. Ja. Wat ook heel uniek is aan deze stal, vind ik zelf. Ja. Dat we ook over het messysteem hebben nagedacht. Ja. We gaan onderlangs. Ook omdat je hoeft niet meer met een kruiwagen. Alles gaat naar één bak toe achterin. Ja. En het blijft alles schoon, alleen stro en het hooi hoeft door het gangpad heen. Oké, okay, dus dat gaat vanzelf bijna? Ja, eigenlijk wel. Ik moet alleen erin scheppen, dat is nog wel. En we hebben ook nog voor gekozen, voor stel je voor, we willen het verkopen. En mensen willen wel met machinaal uitmessen, met een bobcat. Dat er kunnen alle wanden kunnen even goed nog eruit getrokken worden. Je kan er helemaal daar en dan kan je erop klikken. Oké, okay, dus dan kun je het groot maken en dan kun je er met een machine doorheen rijden. Al zou je zeggen van ik wil gewoon oppotten, niet wij mesten elke dag. Ja. Dus daarvoor hebben we ook gekozen voor zo'n mestsysteem. Ja, precies. Mooi. Nou, ik vind het ook echt prachtige boksen, moet ik zeggen. Ook met dat donker, hoe zeg je dat, gegalvaniseerd? Ja, zeker. Heel mooi. Ja, en je hebt... Hoeveel spuitplaatsen? 4 spuitplaatsen? Ja, en een solarium. En een solarium erbij. Ja. Mooi hoor. En die vloer, die is gegoten? Of ja, is gegoten. Ja. Want dat is wel mooi. Je ziet heel vaak van die matten en die gaan dan los. Ja. Ja, dit is echt prachtig. Ja, zeker weten. Jessin is bij jou gekomen? Of hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, nou, Ineke leste eigenlijk altijd al bij Tommy vroeger. Daar, okay. Daar kennen we elkaar van. Allereerst denk ik wel van concours, kwamen we elkaar al eens tegen. Ja, dat klopt. Toen is ze bij Tommy gaan trainen, heeft ze jarenlang echt super trouw bij Tommy getraind. En toen is Tommy naar, om even een lang verhaal kort te maken, is Tommy naar België gegaan. En Ineke die is een beetje zoekende in Noord-Holland geraakt, maar we kenden elkaar natuurlijk wel al. Toen is ze bij mij komen trainen. En ik heb toen... Ineke de manneke leren kennen. En die heeft een beetje wel een soort van hetzelfde karakter als ik. Het is best wel een... die babbelt makkelijk. Ja. En toen is er wel een beetje uit de hand gelopen hobby met grapjes. En een keer een paardje rijden voor hun. En een keer een paard verkopen voor hun. Ja, Ineke die wil niet echt een handelstal. Maar die vindt het ook wel heel leuk om te fokken. En die vindt het gewoon heel lekker om paarden gewoon netjes op te leiden. Ja. En dat doet ze ook, niet omdat ze nou naast me doet, dat doet ze ook keurig. Dat had ze al meerdere keren daarvoor gedaan, dus het was er al vaker gelukt. En zodoende zijn we een beetje aan de praat geraakt. En ja, wat zoals ze net al zei, die stal was ook al heel mooi die ze zeg maar bij haar huis had. Ja. Maar dat vond ik ook wel een hele leuke, mooie stal.
Maar ja, ze wou natuurlijk wel wat grootschaliger gaan fokken. Ja. En ik denk dat ik wel kan zeggen toch, Niels die denkt iets groter denk ik, als wat wij denken. En ja, toen is... Niels is jouw ja, man. Zo vriend, ja. Ja. Okay. Daar is dit uit. Die is gewoon alles wat hij wat aanpakt, pakt hij gewoon wel goed groot aan. Dat ja, kun je wel zien. En, dat is dit het resultaat. Het is eigenlijk wel een beetje jullie zoals hun het denken voor ogen hadden, is het wel echt geworden, toch? Ja, zeker weten. Ja, we zijn wel lang aan het stoeien geweest hoe het eruit moet zien. En hebben jullie ook hulp gehad daarbij? Van, nou, of zijn jullie andere stallen gaan bekijken? We zijn wel andere stallen gaan bekijken. Ja. En je leert van de oude stal, leerden we ook gewoon wel veel. Ja. We zeiden, hey, hoe doen we het met de ventilatie? Daar was te vochtig. Ja. Ik werk hier met een appgoedbodem. Ja. En in de oude stal, je hebt toch veel schimmel. Veel, ja. Nou, ja. Nou, kies je voor een nok die open en dicht kan. En ja, dat soort... Die kun je echt open en dicht? Ja. Dat is cool, ja. Super. Dus eigenlijk dat soort zijn een paar kleine puntjes dan, maar daar kijk je dan wel naar, zeker weten. Wat is jouw droom nog voor de toekomst? Nou, om met onze eigen fokproducten uiteindelijk goed uit te komen in de sport. Hoe oud zijn jouw oudste fokproducten nu? 2,5. Dus nog relatief jong? Oké. Ja. En hoeveel fokmerries heb je? Nou, we hebben gespoeld ook vorig jaar, dus nu krijgen we, als alles goed gaat, 10 veulens. Ja, en hier zijn eigenlijk al onze drachtige merries. Ja, dus het zijn allemaal grote boksen, het is allemaal 2 boksen voor 1 paard. Ja, dat is wel lekker. Kun je bij 7 zijn, ze. Potverdorie. En eigenlijk is het luxe. Ja, en eigenlijk is de mogelijkheid als we een keer weer stoppen met fokken of we meer paarden, kunnen we ook weer een tussenschot tussen zetten. Ja. Dus dan heb je gewoon eigenlijk weer met 2 stallen. Ja. Dan heb je dus de 2 rijen lampen aan, omdat het hier wat donkerder is. Hè? Nee, niet donkerder, het is eigenlijk gewoon beter voor de merries. Oké. Okay. Dus, deze zijn drachtig, maar straks als we weer gedekt mogen worden, dat ze toch beter in de cyclus komen. Ja. Ja. Want we fokken eigenlijk voor de sport hier, tenminste. Ons doel is om goede sportpaarden wel te fokken, denk ik, toch? Ja, ik denk dat dat hem is. Ja, dan kom je niet altijd misschien bij het ideale paard zoals het KWPN of bepaalde stamboeken een gefokt paard willen zien. Dat is zo vaak, maar de basis is wel dat we met goede bloedlijnen, vooral goede merries heb je wel, vind ik. Ja. Maar je hebt, neem ik aan, je begint wel met een paard die rechte voeten heeft, goed beenwerk. Ja. En dus veel sport in de lijn. Sport in de lijn. Ook zelf wel. Is het ook een idee, of heb je ook een idee om met zulke paarden dan op een gegeven moment naar de hengstenkeuring te gaan? Dat is wel ons doel. Dat is jullie zeker doel. Zeker weten, ja. We hebben wel nu met medisch aan het opkopen, waarvan we denken van nou... Dat is een goed lijntje, ja, daar gaan we in de toekomst mee verder. Dat is leuk. Ja, en dat is ook echt, daar hebben we ook wel op paarden op uitgekozen, zeg maar, voor de fokkerij. Ja, geselecteerd, ja. Super. Maar dat zei ik al, dat zei ik tegen jou net ook, Linda, al eerder van, het is natuurlijk best wel lastig, want soms hebben ze een, bij de fokkerij of bij een stamboek een bepaald doel wat ze graag willen zien. Maar tegen de tijd dat jij dat paard gefokt hebt, zoals het stamboek dat wil zien, is het beleid alweer helemaal veranderd. En dan willen ze weer iets heel anders zien. Ja. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je toch... lichtvoetige paarden, dat wel, echt lichtvoetig. Ja. Dat je daar wel naartoe moet werken. Een paard wat gewoon fijn in het oog ligt. Ja, en waar je kijkt, achter staat en waar je de merrie van kent. Dat de merrie gezond is, hoe ze in het werk is. Dus weet je, het zijn niet alleen fokmerries, het zijn ook merries die gewoon in de sport zelf meelopen. Ja. En dat is denk ik toch wel denk ik een basis waar je veel informatie uithaalt bij je moeder. Ja. Op welke hengst je er dan op zet. Dus ik denk dat het dat je toch ook wel een beetje je eigen plan moet proberen te durven trekken. En niet alleen maar klakkeloos, alleen maar naar de bloedlijn of naar wat het, in dit geval is, noem ik het KWPN, even omdat het een Nederlands stamboek is. Ja. Dat je niet alleen maar precies volgt van wat daar allemaal gezegd wordt om dat te doen, want dat is best wel lastig. Hier heb je ook van die hele mooie grote deuren in. Ja, en we hebben voor een windscherm gekozen. Ja, ook weer vanwege veel wind en vaak staat de wind hier ook op. Het is eigenlijk lijkt het gewoon een heel modern, als het ware een modern flatgebouw, hè? Ja. Als je er zo in krijgt, prachtig. Ja, en je kunt er gewoon met de paarden doorheen rijden. Je loopt gewoon met de paarden doorheen. Ja, speciaal klas ook al voor. Super. Oké, en daar heb je de binnenbak. Nou, die zie je zeker niet over het hoofd. Wat een prachtig mooie binnenbak. Ja, heel erg blij mee. Leuk ook zo met die daken die je erin verwerkt hebt. Ja, eigenlijk dachten we van, het is zo'n grote hoge hal. Ja. Zo maak ik het even iets knusser en wat gezelliger. Ja, het is echt heel leuk. Dat zie je nergens. Tenminste, ik heb het nog niet eerder gezien. Nee. Hé, en wat voor bodem heb je hierin liggen? Een appgoedbodem.
Oké, en dat is onderhoud? Ja, ik vind van wel. Ik heb er daarvoor ook mee gewerkt. En, je hoeft niet steeds te sproeien als het erop hoort. Nee, en sproeien ook. Ja, vaak zien we het sproeien, vind ik dan, dat er veel nat wordt wat weer niet nat moet worden, of wat weer niet werkt. En dit is gewoon goed bevallen. In onze oude stal merkten we met vocht, ook van de paarden natuurlijk, en ook van de bak zelf. Ja, het is natuurlijk, het blijft vochtig. Ja. En wat doe je dan met het vocht? Want je krijgt schimmel en je krijgt viezigheid. En dan gaan we voor een nok gekozen, die kunnen we zelf stellen, die gaat open en dicht. En ook op een app, als het slecht weer wordt, gaat die vanzelf dicht. Oh, wauw. Want als je half open staat en er komt heel veel wind, dan wil je ook niet weten wat er gebeurt. Ja. Dus dan moet het wel echt dicht zijn. Ja. Oh, gaaf. Wat heb je hier dan aan de muur hangen? Nou, eigenlijk werken we met het systeem, zodat we van de week in ieder geval een dagplanning kunnen maken voor de volgende dag. En als je een stagiaires hebt lopen, of wij zelf, dan kun je gewoon zien wat er gedaan moet worden. Eigenlijk is het heel makkelijk om mee te werken. Nou, je ziet al, deze moet de corino geënt worden. En dit hebben we eigenlijk allemaal gedaan. En als je bijvoorbeeld veel wat hebt gedaan overdag, dan vink je het aan. Dus als je hier loopt, denk je ook, of je naar de andere kant voor die vocht mee uit te halen. Die is al buiten geweest. Oké, en jij voert dat dan 's ochtends in, wat er gedaan moet worden? Ja, of de avond ervoor, plannen we dat. Ja, en algemeen over de hele week weet je wel een beetje over wat de vierjarige loopt en wat de vijfjarige per week loopt. Oké. Dus je kan eigenlijk die planning zomaar wekelijks kunnen doen. Dat is wel, dus eigenlijk gewoon een gigantisch grote iPad? Eigenlijk wel, want eigenlijk zijn gewoon alle paarden, En houdt ook alles bij, ook de entingen en alles komt zo bij. En geeft hij dan ook aan, dus hij houdt bij van de entingen, maar geeft hij dan ook een soort van melding? Ja, oké. Jullie hebben echt prachtig mooi die verlichting, hè? Die banen, maar ook de lampen. Veel verlichting in de stallen. Ja, bewust voor gekozen. We hebben ervoor gekozen omdat voor de paarden is het gewoon beter meer licht voor de vacht en voor de cyclus, voor de merries. Ja. Bij deze blijft eigenlijk altijd de buitenspots branden. Tot in het s'avonds, ochtends gaan ze aan, s'avonds gaan ze automatisch uit. Ja. En als het nog een beetje donkere ochtend is, dan ook s'avonds, dan doen we de tweede ook aan. Ja, precies. Ja, we lopen eigenlijk, we noemen het eigenlijk de opslag. Ja. Maar hier wil ik eigenlijk straks, als de jonge paarden terugkomen van de opvok, willen we ze eigenlijk hier neerzetten om klaar te maken voor de keuring en in alle rust. En dat niet bij de sportpaarden komt. Oh, dat is wel heel prettig, hè? Ja. Mooi hier, de longeerpaddock. Ja. Bosjes eromheen gemaakt, alles is nog een beetje in aanbouw hier. Ja, ze gaan morgen planten. Ja. Dus ook, Ah, dat wordt fantastisch, denk ik. Ja. Jullie hebben wel veel paddocks, hè? Ja, zeker. Voor gekozen, bewust. Ja. Zodat we eigenlijk proberen alle paarden van alle dagen in de paddock te krijgen. Ja. En te rijden, of te longeren, of de molen, dat is natuurlijk ook een optie. En jullie hebben ze mooi hoog gemaakt. Ja. Goede bodem erin. App en vloed ook. Ook app en vloed, wauw. Ja. Eigenlijk is het ook weer zo, je stelt hem af, hoe nat je hem wil hebben. Ja. En eigenlijk als er wel slecht weer aan komt, dan laat hij hem zelf wel een beetje leeglopen. Dat hij niet onder het water gaat staan. Oh, dat is wel heel ideaal. Dan heb je echt, dan heb je echt perfecte bodems gewoon. Ja. En je hebt er ook een soort van renbaan omheen? Een renbaan, dat is helemaal speciaal gemaakt. Want ik zeg, ik wil niet eigenlijk altijd in de bak rijden met mijn paarden. Ja. Maar ik ben een beetje een bangepoepert om hier de weg op te gaan. Ja. En met een paar durf ik het wel, maar niet met allemaal. Ja. Dus zodoende probeer ik dan even goed 1 à 2 keer per week wel. Met sommige paarden rijden op de baan als training in plaats van in de bak. Nou, ik wil het straks ook wel even proberen met mijn paard, als dat mag voor jou. Dat moet je echt doen. Prachtig weer. Ja. Een heerlijke baan. Leuk. Nou, gaan we doen. Natuurlijk pak ik nog graag even de kans om met Bismart de galoppeerbaan op te gaan. Wat een geweldige locatie is dit toch. Ik hoop dat jullie deze vlog bij de Droomhoeve leuk vonden. Wij hebben een fantastische dag gehad. Nu gaan we weer plannen maken voor ons volgend bezoek. Heb je vragen over deze vlog of ideeën voor de volgende? Laat het ons gerust weten. Wat voor tips heb jij nog voor de hoefslagabonnees om zichzelf te verbeteren in de paardensport? Ja, dat is een goede vraag, maar die is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want als ik het vanuit mij zeg, zoals ik het gedaan heb, is sta open gewoon voor heel veel verschillende dingen. Zoals interviews, trainingen op internet die je van andere mensen kunt horen en zien. En
gewoon keihard werken, denk ik. Weet je, sta gewoon open en wil er ook gewoon wat voor doen. Ja. Denk niet van, oh, het komt bij een hele hoop ruiters aanwaaien. Ja. Ja, en natuurlijk, dat gebeurt ook wel bij een hoop ruiters. Maar bij het merendeel, mensen die echt bij de senioren de top hebben gehaald, dat zijn eigenlijk wel echt allemaal mensen die echt keihard hebben gewerkt. Ja. En vanuit niks. Weet je, ik heb ook boksen gemest, geveegd, het onkruid met mijn vingers tussen de stenen weggehaald. Maar het is wel voor iets goeds geweest. Nu achteraf denk ik, het is wel ergens goed voor geweest, want het is mensen wel opgevallen dat ik keihard heb gewerkt. Kijk. Dus ik denk dat, na alle abonnees die hier bij de Hoefslag zitten, denk ik, nou, dan kan je genoeg lezen en zien om te kijken wat je ervoor moet doen om ergens te kunnen komen. Nou, en wees een beetje lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Ja. Daar sluiten we mee af. Dat vind ik een hele goeie.